Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het onlangs middels waarschuwingen van Belgische veiligheidsdiensten duidelijk werd dat verschillende oud-werknemers van Brussel Airport jihadstrijders of voorstanders blijken te zijn, voorts constaterende dat zich op Schiphol zelfs een islamitische gebedsruimte bevindt in het hart van de luchthaven, van waar koffers naar de vliegtuigen worden getransporteerd, spreekt uit dat dit soort onveilige situaties op Nederlandse vliegvelden wel mogelijk voorkomen dient te worden. Verzoek de regering in te zetten op preventie als beste verdediging en zorg te dragen dat mensen met de nationaliteit van een islamitisch land nimmer werkzaam zijn binnen veiligheidsschillen en zenuwcentra van onze luchthavens en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is nog niet het geval. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is niet het geval. En dan maakt... Dat is het geval, dan maakt daarmee deel uit van de beraadslaging. Mevrouw de voorzitter, ik wil opgemerkt hebben, de mensen die nu niet de hand die me niet eens willen steunen, wat in die motie bijzonder onbeschoft is. Ik spreek ze ervoor aan als er dadelijk een keer een aanslag gebeurt op onze luchthaven, zal ik ze erop terug op aanspreken, zijn ze medeverantwoordelijk. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat KLM sinds 1919 tezamen met Thuishaven Schiphol één geheel van elkaar versterkende bedrijven en economische activiteiten vormt van nationaal belang, voorts constaterende dat KLM tot de grootste particuliere werkgevers van Nederland behoort, verzoekt de regering alle bevoegde mogelijkheden te benutten om onder het Nederlands recht opererende KLM uit de vleugellandenpositie binnen Air France te halen en als rampscenario een reddingsplan te voorzien om het voorbestaan van KLM en haar dochter Transavia te borgen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt u daarmee deel uit van de beraadslaging. Uw tijd is op. Ja, u kunt maar dat kan onmogelijk zijn. Maar het oplezen was die tijd niet. Die tijd liep door toen u een paar keer moest vragen voor steun. Maar ik kan... 7 seconden, dan kunt u geen motie indienen. Nee, ik kan een vraag stellen. Ik heb één vraag nog. Heel snel. Dat de Europese Unie heeft 666 miljoen geïnvesteerd in luchthavens in Spanje, Italië, Griekenland, Polen, noem maar op. En dat schijnt allemaal zinloze investeringen. Weggegooid geld te zijn. Belastinggeld ook van Nederland. En daar had ik graag een reactie op gehad. Dank u wel, mevrouw. Eén vraag aan mevrouw Tongeren. Mevrouw van Tongeren. Ja, voorzitter. Mijn fractie is natuurlijk enorm voor de vrijheid van meningsuiting. En hebben dat herhaaldelijk ook gesteund in de richting van de PVV. Maar ik zou toch wel de heer Graus willen vragen zijn beschuldiging in de richting van Kamerleden terug te nemen. Dat die mede verantwoordelijk zouden zijn voor een eventuele toekomstige aanslag. De hele Kamer probeert vanuit de eigen meningen zoveel mogelijk de veiligheid van Nederlanders in gedachten te houden. En ik vind dat echt te ver gaan om hier collega's te beschuldigen van medeplichtigheid aan een eventuele aanslag. Meneer Graus. Ik heb niemand beschuldigd, mevrouw de voorzitter. Ik heb gezegd dat ik ze erop zal aanspreken. Dat heb ik gezegd. En mevrouw de voorzitter, de Belgische veiligheidsdiensten waarschuwen ervoor. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan de helft, er wordt zelfs gesproken van 70-80% van de mensen die ik noem, dat die jihadstrijd toejuichen of zelfs zijn, zoals in Brussel Airport is gebleken. Dat mag niet gebeuren met onze luchthaven. Daar gaan onze mensen op vakantie. Daar reizen onze zakenmensen en wij willen dat niet. En ik heb de gebedsruimte gezien. Weg met die gebedsruimte en weg met hun aanbidders. Dat in Australië zou dat niet mogelijk zijn, in ons land wel. En wij vechten voor de veiligheid van ons Nederlands volk. En dat recht heb ik. En ik heb het recht om te zeggen en denken wat ik wil. Voorzitter, ik maak een punt van het woordje onbeschoft. Ik was een van de Kamerleden die de hand niet opstak. Niet zozeer mijn houding is onbeschoft, maar de inhoud van de motie. Want dagelijks landen op Schiphol vliegtuigen met staf uit islamitische landen. En op het moment dat die motie aangenomen wordt en uitgevoerd wordt, dan is dat een aanslag. Niet zozeer op Schiphol, maar op de economie van Schiphol. En door die motie. Omdat straks al die vliegtuigen niet meer op Schiphol kunnen landen met hun islamitische staf. Omdat ze dus niet gebruik kunnen maken van de faciliteiten op Schiphol. Ja. En dat is pas een aanslag. En mevrouw de voorzitter, wat mijn collega van de Socialistische Partij zegt, heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik niet wil dat mensen met een dubbele nationaliteit, loyaliteit, werkzaam zijn binnen het zenuwcentrum, dat staat er, van Schiphol. En passagiers die worden helemaal binnenstebuiten gekeerd. Maar mensen die er werken, dat is onlangs ook gebleken
met een geheime camera, televisieopname, dat er een hoop onveiligheid kan ontstaan. De Belgische autoriteiten waarschuwen ervoor. In Australië zal het volstrekt niet mogelijk zijn en wij hebben oogkleppen op. En als er dadelijk wat gebeurt, kan ik in ieder daarop aanspreken. En dat recht heb ik en die verantwoording moet ik nemen als volksvertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Ik heb in dit geval een tweede vraag aan de heer Machine. Voorzitter, nu ik de heer Gruis beter hoor, begrijp ik de achtergrond van zijn motie. Het heeft volgens mij te maken met gebrek aan kennis. Ga maar een keer op Schiphol kijken. Ga maar kijken wie de stap is van alle andere luchtvaartmaatschappijen die Schiphol aandoen. En dan zie je ook dat daar ook iets wat meer tussen zitten. En op het moment dus dat je het hebt over het onmogelijk maken dat die mensen op Schiphol kunnen landen. Ja, dan is dat een aanslag op de economie van Amsterdam, van Schiphol, van Nederland. En dat is pas verheugelijk. En mevrouw de voorzitter, maar ik zeg, en dat doet hij het weer, hè. Ik zeg dat helemaal niet, wat u zegt. Ik zeg niet dat hier geen islamieten mogen landen of dat Koranen hier. Dat heeft hij inderdaad ook precies hetzelfde geflikt. Maar dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg dat ik niet wil dat ze werkzaam zijn binnen de veiligheidsschillen van Schiphol. Einde oefening. En dat doe ik voor het Nederlandse volk. En in ieder zal er ook nog wel achterkomen dat ik ook hierin gelijk ga krijgen. Let maar eens op. Ik heb de afgelopen 8 jaar alleen maar gelijk gekregen in dingen die ik voorspeld heb. En dit gaat er zo als ze zijn. We spreken elkaar nog. Voorzitter, ik hoorde de heer Graaf net zeggen, weg met deze aanbidders, weg met deze mensen. Dat kan hij toch echt absoluut niet menen. En ik wil heel erg graag dat hij aangeeft dat hij die opmerking terugtrekt. Omdat hij daar blijkbaar iets anders mee bedoeld heeft. Maar laten we dat dan met elkaar heel helder vaststellen hier vandaag. Mevrouw de voorzitter, volgens mij, ik weet niet, volgens mij zat mevrouw Van Velten een gevulde koek tegen toen ik dat allemaal heb gezegd. Ik heb gezegd dat die gebedsruimte in die zenuwcentrum, want daar gaat het. Het is een VAO-luchtvaart. Ik heb het over Schiphol. En ik heb gezegd, die gebedsruimte binnen die zenuwcentrum weg en ook hun aanbidders, heb ik gezegd. Want dat blijkt, de Belgische autoriteiten waarschuwen ervoor. En dat 70-80% die idiote jihadstrijders ook nog toejuichen. Dat zijn mensen met een dubbele loyaliteit. Die hebben helemaal niets met onze veiligheid. En ik kom daarvoor op. En blijkbaar ben ik dan een van de weinigen. Nou, daar ben ik trots op. Mevrouw Van Velten. Voorzitter, de rechter heeft laatst geoordeeld dat er grenzen zijn. Ook aan datgene wat een politicus kan zeggen. En de mate waarin een politicus de grenzen van de discriminatie en dat soort zaken kan overschrijden. En ik vind eerlijk gezegd dat de heer Graus hier echt onnodig kwetsend is. Die schreeuwt mensen over één kam. En ik vind dat het echt niet kan en dat wil ik niet meer gemarkeerd hebben. Mevrouw de voorzitter, ik mag hier wel op reageren. Ik scheer helemaal niet mensen over één kam. Ik heb het over preventie. Als het blijkt dat de Belgische veiligheidsdiensten waarschuwen, dan moeten er toch alarmbellen gaan rinkelen. Ook net bij mevrouw Van Velthoven, met alle respect zeg. En als het blijkt dat 70-80% van de islamieten die jihadstrijd toejuichen, dat is toch angstaanjagend. Met alle respect zeg. Maar ja, ik maak er echt verder gewonnen van. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik baseer me op feiten. Dat heb ik gedaan. Ik doe niet meer dan op feiten baseren. Ik noem de bronnen zelf. Mevrouw Dik. Voorzitter, dank u wel dat u mij even het woord wilt geven, ondanks dat ik mij niet gemeld had als spreker. Ik heb mijn hand opgestoken om het indienen van deze motie te steunen. Ik vind dat dat een democratisch recht is van een volksvertegenwoordiger, maar ik wil me wel voluit distancieren van de inhoud van de motie en de kwalificaties die de PVV-fractie daaromheen heeft gegeven. Dat is hierbij dan genoteerd voor de handelingen. Dank u wel voor het bijdrage, meneer Gauss. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Tongeren. Ik zie haar weglopen, maar ze is nu net aan de beurt voor haar inbreng. Mevrouw de voorzitter, ik heb zo even voor het eerst sinds mijn beëdiging niet het collegiale gebaar gemaakt om de indiening van een motie te ondersteunen. Soms kun je onzin beter laten overwaaien, maar als er belangrijke grenzen worden overschreden, dan behoort er tegenspraak te zijn. Krachtens artikel 71 van de grondwet kunnen wij niet vervolgd worden voor wat hier in dit huis gezegd wordt. En die zogeheten politieke immuniteit is een groot parlementair goed. Maar dat kent als keerzijde dat wanneer er flagrante nonsens of discriminatoire uitlatingen worden gedaan, deze wel in ditzelfde huis weersproken moeten worden. Wel nu, wie beweert dat een hokje in de immense grote ondergrondse kofferstad van Schiphol, en ik ben er geweest en ik heb dat bidhokje ook gezien, een terroristisch gevaar vormt die ziet spoken, echt spoken. De een leest de Donald Duck in zijn pauze, de ander rookt een sigaretje en de derde gaat bidden.
Dat mag gelukkig in Nederland en dat moet altijd zo blijven. En ja, natuurlijk moeten we verrekt scherp controleren wie er in de beveiligde zones komen. Maar dat doen we sinds de vrijheid van godsdienst in Thorbecke's grondwet van 1848 werd verankerd, niet door mensen om hun godsdienst weg te zetten, maar dat doen we op de inhoud, dat controleren. Door middel van bijvoorbeeld achtergrondonderzoeken, toegangsmaatregelen, steekproeven. En met opruiend geschreeuw over de godsdienst van mensen is werkelijk de veiligheid van geen enkele passagier gediend. Dank. Dank u wel. Meneer Graus. Nou, mevrouw de voorzitter, ik had überhaupt geen steun meer verwacht van meneer Elias na de uitzending van Evelienijk afgelopen zondag. Maar waar het om gaat is, ik heb me gebaseerd op feiten, zeg ik tegen meneer Elias via mevrouw de voorzitter. Ik heb het over waarschuwingen van de Belgische Veiligheidsdiensten. En meneer Elias beweert dus dat die mensen onzin spreken. Ik zal het aan ze doorgeven, meneer Elias. Vervolgens heb ik gezegd dat ook bleek uit verschillende onderzoeken dat 70-80% van islamieten hier de jihadstrijd toejuichen. En dat is angstaanjagend. Dat zijn mensen met een dubbele loyaliteit die mogelijk gevaar kunnen veroorzaken naar ons Nederlands volk. En daarom heb ik ook gezegd, preventie als beste verdediging. En ik heb u baseert zich op het verhaal zoals meneer Bashir van de Socialistische Partij daarnet bracht. Ik zeg alleen, in het zenuwcentrum van Schiphol moeten we dat niet dulden. In Australië is het onmogelijk als je als buitenlander komt dat je in een zenuwcentrum van een veiligheidsdienst of in de politie komt te werken. En daar moeten wij ook eens naartoe. Je moet op dat soort takken van sport geen mensen met een dubbele nationaliteit, een dubbele loyaliteit neerzetten. Dat kan mogelijk, en als ik de onderzoeken moet geloven, zelfs in 70-80% van de gevallen gevaar veroorzaken. En daar baseer ik me op. Dus het is geen onzin. Ja. Meneer Elias. Wat u doet is mensen wegzetten op grond van hun geloof. En of ze daar willen bidden of niet, op hun manier. En dat is verwerpelijk. En waar het om gaat is dat wij streng moeten controleren. En dat moeten we doen. Misschien moeten we dat intensiveren. Dat ben ik volstrekt met u eens. Maar u mag geen mensen wegzetten op grond van wat ze geloven. Dat hoort niet bij Nederland. Klaar. Mevrouw de voorzitter, dat heb ik niet gedaan. Ik baseer me op waarschuwingen van de, nogmaals, van de Belgische veiligheidsdiensten en onderzoeken die hebben aangetoond dat er een probleem is met het toejuichen van de jihadstrijden. Zelfs bij Brussel Airport hebben zelfs mensen gewerkt die nu jihadstrijder zijn. Ziet u dat hier al gebeuren als een koffertje daar langs moet? Nou, ik gun het niemand, maar eigenlijk zou het uw koffertje moeten gebeuren. Dat laat ik ongezegd. U denkt onvoldoende na voor u iets zegt, trouwens niet alleen nu. U heeft het over een islamitische gebedsruimte. U had het in het algemeen overleg over mensen die daar zaten te bidden. Dat is een grondrecht in Nederland. En dat is iets totaal anders dan intensief controleren om terrorisme te voorkomen. Daar vindt u mij volstrekt aan uw kant. Maar niet als u uitlatingen doet die volgens een arrest van de Hoge Raad buiten dit huis vermoedelijk strafbaar zijn. Mevrouw van Veldhoven heeft ook nog een vraag. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk alleen maar een opmerking. Ik wil me heel erg graag aansluiten bij datgene wat de heer Elias heeft ingebracht. En ik wil hem danken voor het feit dat hij eraan bijdraagt dat ook in dit huis, wanneer er dingen worden gezegd die over de grens gaan, dat we het adresseren en met elkaar op die manier bestrijden. Hartelijk dank. Voorzitter, ik sluit me daar graag bij aan. Ik heb er toch nog niet zoveel van gezegd, maar ik wil toch zeggen dat namens de Tijd van de Arbeid we jammer vinden dat de heer Graus zoveel ruimte krijgt in deze Kamer om zijn giftige uitingen te doen. Dank u wel. Dan is hiermee een einde gekomen aan de termijn van de zijde van de Kamer. De staatssecretaris wil heel even naar de moties kijken. Ik geef het woord aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu voor haar reactie op de ingediende moties.
Ja, voorzitter, de eerste motie is een motie, een onderwerp waar we het meerdere malen over hebben gehad met meneer Gauss, voorzitter. Ik heb altijd aangegeven dat ik het van zeer goed werkgeverschap vind getuigen als een werkgever een gebedsruimte beschikbaar stelt aan zijn werknemers. Maar voorzitter, gehoord hebben in dit debat, kan ik maar één ding zeggen. Ik wilde eerst zeggen, ik heb zeer grote moeite, maar ik denk dat ik wel stelliger wil zijn. Ik vind het verwerpelijk en ik heb er geen ander woord voor dat een groep Nederlanders zonder pardon wordt gediskwalificeerd en gewantrouwd dat het op deze manier wordt gezegd. En hiermee ontraad ik de motie. Mevrouw de voorzitter, ja, ik ga het voor de vierde keer herhalen. Ik disqualificeer niemand. Ik baseer me op waarschuwingen van de Belgische veiligheidsdiensten. En dat betekent dus dat zowel Mona Elia als ook onze staatssecretaris, de hoeder, de herder van ons volk, een van de hoeders en herders van ons volk, ook zegt dat die gewoon onzin spreken. Want dat is wel het verhaal. En dat moet ook maar eens naar buiten worden gebracht naar België toe. Ik zeg het dus gewoon niet bij het gordijn. En iedereen heeft een gebedsruimte. Ik neem het voorbeeld. Uw vraag is? Mevrouw de voorzitter, ik heb het genoemd dat uit 70-80% van de mensen die jihadstrijd toejuichen en Brussel zelfs jihadstrijders hebben gewerkt. Daar werd voor gewaarschuwd. En dat zijn mijn woorden. Dank u wel. Ik geef het woord aan de staatssecretaris. Nou, dat had ik wel graag gehad. Dus klopt het woord, dat zij de Belgische veiligheidsdiensten onzin gaan spreken dan? Want daar komt er wel mee. De staatssecretaris. Voorzitter, als nationaliteit één op één gelijk wordt gesteld aan loyaliteit, heb ik het antwoord gegeven. Ik ontraad deze motie. Motie 2, voorzitter. Ik heb begrepen dat de afgelopen dinsdag de Kamer gevraagd heeft om een brief over de situatie van KLM. Ik heb toegezegd die brief in januari te doen toekomen. Ik kan mij voorstellen dat deze motie wordt aangehouden. En als de motie niet wordt aangehouden, ja, dan is het wat mij betreft overbodig en ontraad ik de motie. Meneer Gauss? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik heb net gevraagd om een reactie of de Belgische veiligheidsdiensten onzin hebben gesproken. Nee. Meneer Gauss, meneer Gauss. Daar heb ik een antwoord op gekregen. Meneer Gauss, ik geef iedereen de kans om één vraag te stellen. U misbruikt nu de situatie bij een andere motie om een tweede vraag te stellen. Maar ik heb geen antwoord gekregen, mevrouw de voorzitter. Ik geef het woord aan de staatssecretaris. Gaat u verder. Voorzitter, de motie 3, zwavel van voorzitter, Nederland en de EU zijn zeer actief betrokken bij de kwaliteit van de vliegtuigbrandstoffen. Dat kan ook alleen in ICAO-verband. En in dat kader zal ik ook de zwavel onder de aandacht brengen van ICAO. En ik laat deze motie oordeelkamer. Ja, voorzitter, dan motie 4. U had nog een punt van orde. Klopt, mevrouw de voorzitter. Omdat er is twee keer iets gezegd tegen mij als Kamerlid. Wat ik niet gezegd heb. Ik heb me gebaseerd op de Belgische veiligheidsdiensten. En ook met die laatste vraag heb ik me gebaseerd op een artikel. Ik zeg dat niet. Dat stond in een artikel en daar vroeg ik een reactie op. Dus dat twee keer toen ben ik van. Maar dit is geen punt van orde. Nou, ja. Dan is het een persoonlijk feit. En het staat genoteerd nu in de handelingen dat u dat deze opmerking als persoonlijk feit ervaart. Waarmee er een einde gekomen is aan de beraadslaging. Stemming over de ingediende moties zal hedenavond plaats hebben. Dan schors ik de vergadering voor 2 minuutjes.